bedankt voor het bedanken. Maar moet ik naar daar kijken? Vandaag ben ik op bezoek bij Sitra. Je zat al. Ben ik op bezoek bij Dunja, maak hoor. Dunja. Vandaag ben ik op bezoek bij Superheldin. Dunja Makor. En ik ben Dunja online tegengekomen op LinkedIn. Klopt. Ja. Ik zie dat jij super actief bent op LinkedIn. Maar waarom doe je dat nou eigenlijk? Ja, om twee redenen eigenlijk. De eerste, ja, dat mag duidelijk zijn, ik ben recruiter. En ik probeer daarmee potentiële kandidaten te binden aan onze organisatie. Mm-hmm. En ook een beetje employer branding natuurlijk. Maar daarnaast ook echt voor mezelf. Ik vind het echt super leuk om kennis te delen, om andere mensen te motiveren, te inspireren, daar waar ik kan. Ja, en dat is voor mij ook gewoon echt wel een doel op ja. zich. En wat hou je er dan voor jezelf uit? Ik haal er voor mezelf uit dat als ik bijvoorbeeld na zo'n eerste vlog kreeg ik een paar berichtjes van recruiters die wilden gaan vloggen. En mij dan een berichtje sturen van ontzettend leuk en heb je tips voor me en ik heb je vlog gezien en ik wil het ook gaan doen. Ja, dat is voor mij echt, dat geeft echt voldoening. Ja. Dat ik een ander steuntje in de rug kan bieden. Ja, eigenlijk gewoon inspireren als ik het ja, zo ja, ja, ja. Leuk. Ja. Hey, en wij vragen ook altijd, of ik vraag ook altijd, waar kan ik jou voor wakker maken? Sushi. Sushi? Ja. Oh, lekker. Ja. En nog een speciale sushi? Ja, van de sumo. Van de sumo? Ja. Met garnalen of? Rauw. Zo rauw mogelijk. Alles moet rauw. Alles wat rauw is. Tonijn? Bijvoorbeeld. Is wel lekker. Zalm. Hey, en als ik nou zo terughoud, hè? Of als jij het zo terughoudt. En je bent zo actief, je inspireert mensen. Wat is dan eigenlijk het leukste wat je hebt meegemaakt? Het leukste wat ik heb meegemaakt is sowieso op de bank bij de bank. Mm-hmm. Ik had mijn eerste vlog geplaatst en ik werd gebeld door Haider, die ken je ook. Ja. Toen had ik echt zoiets van wat gaaf. Er kwamen allemaal leuke mensen, jij kon er ook. We hadden elkaar al offline of online al hadden elkaar al leren kennen. Dus dat was heel gaaf. En dan brengt me op het tweede, allemaal leuke, inspirerende nieuwe mensen leren kennen. Mm-hmm. Waar ik ook echt een hele leuke band mee heb en ja, leuk contact aan heb overgehouden. En ja, je inspireert elkaar. Ja, dus grappig. Dat begint dus eigenlijk online. Ja. En nu ben je offline in connectie met die mensen. Ja. Had dat anders ook gebeurd, denk je? Nee, niet met deze groep, leuke groep mensen. Nee. Leuk. Ja. Leuk. En dat zijn de leuke dingen. Ja. Maak je nou ook nog minder leuke dingen mee op social? Ja, ik denk standaard, en daar zullen veel mensen me wel in herkennen, is als je bepaalde, ik noem het even, feedback krijgt. Mm-hmm. Kijk, ik ben voorstander van opbouwende feedback en met respect. En als je af en toe een berichtje krijgt of een comment ziet ja, die eigenlijk niet heel netjes is of waar je eigenlijk niet heel veel mee kan, dat vind ik dan heel jammer. Ja, ja, dat snap ik. En hoe ga je er dan mee om? Ja, feedback is feedback. Wat ik kan gebruiken, dat gebruik ik. Waar ik iets mee kan, waarvan ik denk van nou, daar heb ik wel wat aan, daar zit wat in. Heb ik er niks aan, dan is het bedankt voor je feedback en ik leg het mooi langs me neer. Ja. Ja. Goed zo. Ja. Goed dat je dat doet, denk ik. Ja. En voor de kijkers, mm-hmm. Heb je voor de mensen nog eigenlijk één gouden tip van als je dit nou doet, dat gaat voor jou werken? Dat is heel lastig, maar wat voor mij heeft gewerkt mm-hmm. en wat ik echt wel mee wil geven is wees authentiek, wees jezelf, post geen dingen om te posten. Probeer er altijd voor te zorgen dat je iets waardevols te vertellen hebt. Dat als je een vlog maakt of een blog deelt, dat mensen daarna echt zoiets hebben van oké, daar had ik wat aan. Of wat waardevol of interessant. Dus wees authentiek, wees jezelf en vertel alleen wat als je ook echt daadwerkelijk, het klinkt heel plat, maar iets nuttigs te vertellen hebt, ja. Naar mijn mening. Ja. Nuttig in de zin van, het moet ook altijd per se waarde hebben in nee. de zin van... Nee. Nee, want wat nuttig is voor mij hoeft niet nuttig te zijn voor de ander. Mm-hmm. Maar dat bedoel ik eigenlijk meer in een stukje authenticiteit en jezelf zijn. Dat je iets plaatst vanuit je eigen, vanuit jezelf waar je echt achter staat. En ja. Waarvan je zelf denkt van, nou misschien heeft iemand daar wel wat aan. Ja. Dus niet zomaar alleen maar posten om te posten. Niet klakloos posten nee. om te posten. Nee. Nee. En dat authentieke heb ik bij jou teruggezien. Daarom zit je hier vandaag ook aan tafel. Thanks. Leuk. Daarom vind ik jou een superheld. Dankjewel.
wel. Of superheldin eigenlijk, hè? Eigenlijk een heldin. Super, dankjewel. Ja, dankjewel.